Dus je wilt een nieuwsbrief gaan versturen naar de leden van je vereniging, je klanten of nou, gewoon vrienden voor een uitnodiging van een feestje. In deze video ga ik je laten zien hoe je in slechts een paar minuten een nieuwsbrief kan maken vanaf scratch. Ik neem even 10 minuten als uitgangspunt. Ik denk dat het daarin zeker moet lukken. De tool die ik hiervoor ga gebruiken is helemaal gratis en die heet La Posta. Je ziet hem hier al op de achtergrond staan. Je gaat naar laposta.nl en vanaf met deze tool kunnen we heel gemakkelijk een nieuwsbrief maken. Nou, we zeggen hier onderin start gratis. Ik zeg start de tijd en we gaan heel snel een nieuwsbrief maken. En ik zal je laten zien dat het ook echt kan. Dus we gaan gratis beginnen. We moeten alleen even, nou, als bedrijf moeten we een bedrijf, moeten we even een account aanmaken. Dus we hebben geen bedrijf. We heten Dennis de Jong. Dat is even een fake naam. Ik gebruik hier eventjes, oh, een e-mailadres die ik nog niet. Oh, dat was eigenlijk de verkeerde. Ik gebruik even deze. Age.nl en als wachtwoord. Goed, demo-account. Sorry, maakt even niet uit. Ik maak een nieuw account aan. Vervolgens staat er is een activatielinkje gestuurd. Nou, ik heb even hier zo op mijn andere computer, komt die mailbox binnen. Je hoort hem binnenkomen. Vervolgens staat hier, ik zal hem je even niet laten zien, maar ik moet hier op een linkje klikken. En vervolgens zegt hij, oké, aanvraag is bevestigd. Nou, heel goed. Dat was een paar seconden. Dus je account is ook geactiveerd. Nou, klik om in te loggen. Moet ik eventjes weer mijn wachtwoord. Gok dat deze is. Nee. Oh, dan was het. Met twee zijn. Nee, ook niet. Oh jee. Begint lekker. Het was deze. Het is een combinatie van cijfers altijd. Nou, wil je dit opslaan? Laten we even in het midden. Goed, dus ik heb nu mijn account. Dat was redelijk makkelijk, hè? En als je vervolgens hier in de achterkant zit, ik zal even iets inzoomen, dan moeten we eerst onze relaties gaan toevoegen. Ja, dus je moet vertellen aan de tool naar wie wil je je nieuwsbrief gaan toesturen. Dus ik heb mijn relaties al even in een Excel bestandje gezet. Dus waarschijnlijk heb jij ook wel een... kijk, ik heb hier even een mapje gemaakt. Even kijken... Zo, ik heb hier een mapje gemaakt en dan zie je hier dus mailinglijst staan. Nou, die mailinglijst, daarop staan de mensen. Dus ik heb even voor de test gemaakt, je hebt de naam, bedrijf, e-mailadres, geslacht. Zie je dat? Dennis, bedrijf, en zo kun je ook voornaam, achternaam, sportschoollid, ja of nee, het maakt even niet uit. Ik heb een Excel lijstje. Vervolgens gaan we die importeren. Nou, nu kun je hier zo... Als je op deze lijst zit, dan zeggen we bekijken. En deze lijst heet dan lijst om te testen, maar die naam kun je ook gewoon aanpassen. En hier kan ik een nieuwe relatie toevoegen. Dat kan ik ook gewoon doen met de hand. Dus dan zeg ik Leon. Nou ja, en dan vul ik dit allemaal in. Je zag het al, hoeveel mailadressen er wel niet in staan. En zo kan ik hier iets zeggen. En dan zeg ik opslaan. Zie je? En nu staat hij erin. Dus... Mensen, als je mensen een nieuwsbrief stuurt, moet je wel volgens de AVG, ze moeten akkoord hebben gegeven dat ze jouw nieuwsbrief willen ontvangen. En ze moeten, je moet een transactie met ze hebben gedaan. Dus als jij klant bij mij wordt, dan mag ik jou altijd een nieuwsbrief sturen. Maar die moet je dus handmatig toevoegen. Nou, en nu zie je, hey, mijn lijst is gegroeid. Dat gaat goed. Maar wat ik ook kan doen, is gewoon een... bestandje uploaden. Maar, zegt hij dan, we moeten wel eventjes de verwerkingsovereenkomst tekenen. Nou, ik zeg, dat is helemaal goed. Dan zeg ik hier Dennis de Jong. En dan zeg ik even ondertekenen. Dit is puur als testfilmpje, dus hierna zal ik dit account ook weer sluiten. Maar het gaat er meer om jullie te laten zien hoe gemakkelijk het is. Vervolgens zeg ik dan, nou ja, hier geeft La Posta eigenlijk al wat tips van, nou ja, let op. Hè, dit is dus, je moet toestemming hebben. Je mag niet zomaar iedereen toevoegen. Nou, het zijn e-mailadressen die ik ken. Dus deze mensen zijn toevallig allemaal akkoord gegaan. Oh, dan moet ik eventjes die mensen toevoegen.
Sommige dingen moet ik even blurren in deze video, omdat je niet alles mag zien natuurlijk van hoe mijn leven in elkaar zit. Dan zeg ik mailinglijst. Zo, kan ik weer openklikken. Dus hier zo heb ik dat bestandje en dan zeg ik mailinglijst toevoegen. Nou, dat doet hij gelijk. En vervolgens zegt hij, wil je relaties toevoegen? Ja, wil ik, want het zijn eigenlijk nieuwe relaties. Stap 3. We zeggen, nou, wat voor kolommen zijn dit dan eigenlijk? Dus deze kolom, die heet voornaam. Het bedrijf. Oh, kijk, nou hebben we dus een issue, want deze staat er nog niet tussen. We hebben voornaam, e-mailadres, achternaam. Dus dit wordt een nieuwe kolom. Maak een nieuw tekstveld. En dit tekstveld noemen we bedrijf. Wat een toeval, dat had hij uit Excel gehaald. Nou, dit is een e-mailadres, dat ziet hij. En bij geslacht zeggen we dan van, nou, dit is ook een tekstveld. Een nieuwe geslacht. Het is puur voor de fun. Dan zeg ik importeren. En nu zegt hij van, hey, reeds aanwezige relaties, 2. Want ik had net mezelf al toegevoegd. Er waren er 2 waren er en er zijn er 3 aan toegevoegd. Dus als het goed is, zitten er nu 5 mensen op de lijst. Zie je dat? Wat leuke allemaal. Zie je? En hier heb je dus alles van qua gegevens. Nou, nu wil je natuurlijk straks ook een formuliertje op je website. Nou, daar maak ik even een aparte video over hoe je dat kan doen. Maar dat zit hier zo onder verrijken. En dan kun je hier een formuliertje maken die je op je website kan zetten. Maar daar is een aparte video over. Die zie je in de afspeellijst staan of in het linkje hieronder. Want het wordt een beetje een reeks. Goed, we gaan door, want we zijn inmiddels een paar minuten alweer bezig. We hebben nu de contacten geïmporteerd. We gaan nu een nieuwsbrief maken. Dat doe je onder het tabblad campagnes. Nou, vervolgens zegt hij, maak een nieuwe campagne aan. En wat willen we dan gaan aanmaken? Nou, we hebben natuurlijk nog geen nieuwsbrief, dus we willen een nieuwe nieuwsbrief maken. We kiezen voor de eerste optie. Beginnen. Hoe noemen we deze campagne? Nou, dan laten we zeggen, dit noemen we de naam van de campagne, dat is puur intern, dus we noemen het even test 2018. Zie je? Je ziet het voor eigen gebruik. Voor eigen gebruik, dus niemand ziet dat. Als onderwerpregel kiezen we dan, kom je naar onze borrel, bijvoorbeeld. Dat is leuk om dat erbij te zetten. Je kan hier ook nog smileys en zo aan toevoegen of doe iets leuks, zeg maar. Het kan allemaal. Kom je naar onze borrel op juni of zo. Nou, en hier zie je heel mooi aan de zijkant het stappenplan wat we moeten doorlopen. Dus we zitten nu in fase 1, of stap 1. En uiteindelijk gaan we de ontvanger selecteren en we gaan terug helemaal naar het verzendtijdstip. Nou, de afzender Atlantis New Age, hij geeft hier dat er een conflicterende SPF record. Maak je daar even niet druk om. In dit geval laat ik het gewoon zo even staan. Vervolgens willen we Google Analytics koppelen. Nou, kan, maar als je Google Analytics op je website hebt, dan meet je automatisch al dat er mensen via een nieuwsbrief binnenkomen. Maar goed, we voegen het toe, we hoeven het aan te vinken, het kost je niets extra's. Nou, stap 1 is gelukt. Nu moeten we de lijst selecteren. Dus het kan zijn dat je een lijst maakt met alleen mannen of vrouwen of oud leden, dat soort dingen. Dus ik zeg nu de lijst om te testen. Die hadden we net in het begin gevuld. En nu is het mooie, je kan natuurlijk zelf een schabloon gaan maken, zoals je hier ziet. Maar Laposta heeft hieronder ook allerlei leuke designs die je kunt gebruiken. Nou, het is net wat jij mooi vindt, of wat bij jou past. Het heet zelfs eentje Leon, dat is ook wel grappig. We doen het even de moeilijke weg. We gaan zelf een nieuwsbrief maken. Dus we zeggen gewoon een lege pagina waar we mee gaan, of deze eigenlijk zonder kolommen. Dat is de meest logische. Oké, dit is eigenlijk hoe dan de nieuwsbrief eruit ziet, zeg maar de editor. Nu wil ik hier in de bovenkant een leuke sfeerfoto zetten. En Laposta werkt super makkelijk. Dus we zetten hierboven een fotootje. Nou, selecteer afbeelding. Ik heb dit al een beetje klaargezet. Openen. Het zijn allemaal dummy foto's. Deze nieuwsbrief, nou, die noem ik dan eventjes borrel x juni. 2000, noem een jaartal, video's zijn tijdloos. Opslaan.
Nou, nu ziet het er al uit. Ik heb hier een leuk, ziet er leuk uit. Dan heb ik hier een foto. Maar ik vind die foto best wel groot. Hè, zeker als die straks op een telefoon binnenkomt. Dan wil je niet dat hij die hele pagina pakt. Dat moet net wat kleiner zijn. Dus LaPosta heeft een mooie editor. Je klikt hier zo. Dus je moet eerst de foto uploaden. Dat deed ik hier aan de zijkant. En vervolgens zeg ik afbeelding bewerken. En dan zeg ik transformeren. En dan kan ik hem hier eventueel, kijk, kan ik hem zo zeggen, nou, ik maak hem ongeveer zo. Top, dan zeg ik, ga weer terug, opslaan, en nu is die mooi kleiner. Dit ziet er alweer stukken beter uit. Nou, vervolgens zeg ik dus, het gaat over, kom je ook naar onze borrel? En dan in dit blokje een stukje tekst. Het gaat even... Oh, ik zit op het verkeerde scherm te klikken. Kun je dus zeggen, kom je ook naar onze borrel op 30 juni? Meld je aan via de website. Want ja, je wilt natuurlijk dat mensen richting je website of ergens dat ze naartoe komen. Het mooie is, dit woord hier zo, website, kunnen we ook weer klikbaar maken. Dus er zit hier zo'n linkje. Zie je, een soort kettingje of zo noem ik het altijd. En daarop kunnen we dus zeggen van, nou, ga naar www.google.nl. Dat is natuurlijk even voor de test, maar hier zet je dan je eigen website neer waar ze zich kunnen aanmelden. Oké, vervolgens zeg je oké. En nu zie je dat dit linkje hier zo, dit is blauw geworden. Of er zit een lijntje onder. Mensen kunnen erop klikken. Nou, dit vind ik helemaal prachtig. Nu heb ik hier nog aan de zijkant, hier heb ik nog een optie om iets neer te zetten. Ik vind op zich, ik wil nog even iets zeggen over ideeën. Dus ik heb hier een fotootje van een mannetje die een idee heeft. En dan zet ik hierbij, heb je ideeën voor wat we gaan eten? Neem dan iets lekkers mee. Het is allemaal flauwekul natuurlijk, maar het gaat om het idee mee. Er zit overigens, als het goed is, ook een... Nee, er zit geen taalcorrectie op. Dus je moet wel even opletten dat je netjes schrijft. Voor mij is dat soms al een beetje een uitdaging. Goed, we gaan door. Opslaan. En nu zie je dus, dat ziet er allemaal leuk uit. Wil ik nu die foto links of rechts hebben, dan kan ik ook hier zo zeggen, ik ga naar instellingen en dan zeg ik, wil hem rechts hebben. Leuk. Wil ik er nu misschien nog een scheidingslijntje tussen, dan kan ik gewoon hier zo dit blokje pakken en dan sleep ik hem hier zo tussen. En nu heb ik een scheidingslijntje. Nou, dat lijntje is nu zwart, maar ik kan ook zeggen, hieronder lijnkleur, ik maak hem rood. En als je huisstijl rood is, dan heb je nu een rood lijntje. Geinig, hè? En als je dus hier zegt, nou, mag ik wel dikker, zo, pop, dan kun je ook nog zeggen van, ja, hieronder zit ook een lijntje. En stel dat je nou heel veel lijntjes hebt gemaakt, dan hoef je ze niet allemaal aan te passen. Dan kun je ook zeggen... Klik hier en dan zeg je kopieer de vormgeving van dit blok naar alle andere blokken. Ah, dat is handig. En nu worden alle lijntjes in één keer hetzelfde. Nou, dus ik heb hier een mooie nieuwsbrief. Wil ik nog wat meer doen? Nou, ik wil een knopje nog toevoegen. En op dat knopje zet ik erbij, meld je nu aan. En de link doe ik dan weer naar, even als voorbeeld, google.nl. Maar het kan ook je hockeyvereniging zijn of zo. Zeg ik oké. Nou, dat knopje is nu grijs. We hadden net eigenlijk, het moet een beetje rood zijn. Dus dan zeg ik hier weer onder vormgeving, maak hem even rood. En dan de tekst aan de binnenkant. Die zit hier dan buitenkant vlak. Ik gok deze. Nee, dit is de vlak van de achterkant. De knop, hier zo, tekstkleur. Die kan ik dan op zwart zetten. Dan valt hij meer op. Of een beetje blauw. Zo. Is het mooi? Nee, maar het ziet er wel leuk uit. Zo, kan ik hem groter maken. Grote knop. Oké, nou en zo zie je dus, zo kun je dus ook filmpjes eventueel. Dus als je een link naar een YouTube filmpje of iets dergelijks, kun je allemaal toevoegen. En hier met die kruisjes kun je dat iedere keer weer verwijderen. Of je kan hem hiermee slepen als je denkt van, nou ik wil toch dat blokje hier hebben. En ik wil nog even een stukje tekst hier tussen hebben. Het is zo mooi. Kolommetjes kun je maken, dus dan zet je hier zo'n dingetje tussen. Nou, je snapt het principe. En dit duurt, we zijn nu weer een paar minuten bezig, maar we kunnen gewoon
doorgaan, zeg maar, dit wijst zich wel vanzelf. Je kan het zo gek maken als je wil. Maar we hebben dus nu een borrel. Vervolgens wil ik even kijken of deze mail natuurlijk wel goed binnenkomt. Dus dan kan ik hier zo naar het testadres. Dat is wel je e-mailadres van jezelf, maar goed, ik kan zeggen verstuur een test. En nu wordt de test naar mij verzonden. Nou heb ik net mijn mailbox gesloten, dus ik ga even, openen. Kijken of die binnenkomt. En dan zie je gelijk hoe dit eruit ziet. En dat ziet er best mooi uit. Ik heb hem hier zo. Kom je naar onze borrel. Wop. Dan kan ik hier zeggen bestand bekijken. En dan zie je hier dat die er best mooi uitziet. Zo, ik kan dus hier gewoon zeggen meld je aan. Als ik hier dan op klik, dan zie je dat hij naar Google gaat. Test of die doet. Hop, en we gaan naar Google. Nou, dat ziet er nog eens mooi uit. We zaten hier onder La Posta, of eigenlijk hier zo onder deze. Zie je dat? Zeker op mobiel ziet dit er heel mooi uit. Het enige bij La Posta, er zit dan, als je niet betaalt, zit er een reclame van hun onderin. Maar ja, part of the game, zeg maar. Goed, zijn we hier tevreden over? Even kijken of alles klopt. Dit klopt, mooie blokjes. Ja, geen taalfouten. Nee, oké. We gaan hem versturen. Dus we zitten hier onder La Posta. We zijn ingelogd. Dit was stap 4. Daar zijn we nu. Oh, hierboven moeten we nog even iets aanpassen. Zeggen we even testmail. Dit is vaak dat kleine stukje wat mensen zien als ze Outlook openen. Mail. En dan zeggen we openen of opslaan. Nou, hij is helemaal klaar. We gaan door naar stap 5. Stap 5 is eigenlijk even de laatste controlestap. Dus hier kunnen we nogmaals kijken van oké, kom naar onze borrel. Oh ja, nou we weten nu de datum. Hij gaat naar die mensen toe. We hebben een schabloon gekozen wat we gewoon nu zelf hebben gemaakt. We krijgen hier nog een keer de nieuwsbrief te zien. En dan kunnen we uiteindelijk zeggen, nou gaan we hiermee akkoord. Dat zijn we. Nu zitten we in stap 6. En nu, dit is eigenlijk het meest spannende punt altijd, van je nieuwsbrief versturen. En nu kun je dus zeggen van, nou, wanneer moet die eigenlijk verstuurd worden? En dan zeg je van, nou, ik wil hem graag, je ziet ook wat de datum van vandaag is. Ik wil hem bijvoorbeeld pas op 15 oktober om 6 uur, whatever, 32 versturen. En dan wordt hij ook gewoon echt verstuurd. Kan hem ook direct versturen, maar ja, dat hoeft dan weer niet. Dus ik zeg eigenlijk even versturen. Zet hem voor volgende week klaar. En ik zeg vervolgens plan hem in. Nou, je ziet hier nu dat hij dus eerst... je krijgt hier even een melding, zeg maar. De melding is campagnes versturen nog niet mogelijk. Dat komt, we zijn een nieuw account begonnen. En eigenlijk een dummy account. En nu is het zo dat als je een nieuwsbrief verstuurt, het wordt natuurlijk heel vaak gebruikt door spammers. Dus dat mensen die hebben lijsten gekocht en die proberen mensen dan die casino mails of die Viagra mails toe te sturen. En dat via La Posta zou dat in theorie kunnen. Dus bij mensen die nog niet echt heel veel credits hebben of net een nieuw account hebben en grote getallen willen versturen, moeten ze het altijd even keuren. En dat zie je dus hier, ze moeten eigenlijk goedkeuren. Dus zo voorkomen dat er spam wordt gestuurd, onze beoordeling op werkdagen is binnen 4 uur. Nou, en vervolgens als ze dat goed hebben gekeurd, word je gelijk doorgezet. Nou, is het langer dan 4 uur geleden, meld dan een korte toelichting. En dan kun je zeggen van, hey, ik ben van, of ik kwam via Leon en ik wil graag dit account beginnen. Dan vaak wordt hij dan wat sneller goedgekeurd. Maar dan moet je wel via mij komen natuurlijk. Dus, nou ja, ik heb niet exact bijgehouden hoe lang we bezig zijn, maar ik denk binnen de 10 minuten hebben we een nieuwsbrief gemaakt. En die nieuwsbrief gaat er nu straks ook uit. En vervolgens zul je zien onder resultaten, zul je zien hoeveel mensen en kliks erop zijn gekomen. La Posta is dus super makkelijk en iedereen kan gewoon tot 2000 contacten een nieuwsbrief versturen. Wil je hiermee starten? Klik dan op het linkje hieronder. Ik ben niet van La Posta, goed om even te vermelden. Ik vind het een hele fijne tool om mee te werken. En als je hulp nodig hebt met het inrichten van je campagnes, dan help ik je daar zeker mee. Nou, mocht je nog vragen hebben, laat ze dan hieronder achter in de comments. Of bekijk de andere video's waarin je nog meer tips krijgt over het activeren en inzetten van je account. Fijne dag verder!